En met wie gaan wij aan tafel vanavond, Sarah? Aan tafel Geert Noels, hoofdeconoom van Peterkam. Professor economie Paul De Grauwe. Koen Beijaert van het Nucleair Forum. En bioloog Midas Dekkers, fan van Charles Darwin. Allemaal welkom. Geert Noels, u was niet gelukkig gisteren. Oh, wat mijn persoonlijk gevoel daarover is, is niet ter zake. Ik denk dat er heel wat meer onzekerheid is en dat spijtig genoeg de soap die het toch wel is, nog niet afgesloten is. Mm-hmm. En dat degenen die een overwinning claimen, dat het waarschijnlijk een Pyrrhus-overwinning zal zijn. En zijn redenering? Iedereen denkt nationalistisch, dus wij moeten dat ook doen. Ja, maar er is niet één bank, er zijn meerdere banken. En dus je moet altijd rekening houden dat de perfecte oplossing voor één bank er eentje moet zijn die ook voor alle andere banken in uw sector een goede oplossing is. En daar moeten we toch rekening houden dat dit een klein land is met heel grote banken en dat we niet weten waar dit scenario gaat eindigen. Kijk, we moeten opnieuw geen doemscenario's voorop stellen. Hè? Dus mijn stelling is dat op dit moment de situatie nauwelijks veranderd is ten opzichte van een situatie waarbij we dat zouden verkocht hebben aan de Fransen. In beide gevallen is het de Belgische staat die alle garanties biedt op de deposito's, interbankaire deposito's, op al het onderpand dat bij de Nationale Bank potentieel kan gegeven worden. Dus daar is nauwelijks iets aan veranderd. En bovendien, en dat is ook een punt in mijn argumentatie, als we 100% hier houden, dan kunnen we in de toekomst, wanneer de economie weer wat opfleurt en de banken weer wat winst maken, meer profiteren van de meerwaarde die op dat moment zal ontstaan. Terwijl we dan nu bij de verkoop aan een Franse bank voor een appel en een ei, dat we eigenlijk die meerwaarde van de toekomst gewoon aan Franse aandeelhouders overlaten. Dat is toch niet rationeel? Dat is toch niet iets wat een Belgische staat moet doen? En dus ben ik blij dat de aandeelhouders dat beslist hebben. Zij het dat ze dat om heel andere redenen gedaan hebben. Want in mijn scenario zou het best kunnen dat de aandeelhouders niks meer hebben. U vindt eigenlijk dat het genoeg geweest is over Fortis? Hè? Ja, ik vind het heeft de fase van hysterie bereikt en dat zag je gisteren. Het leidt ons af van veel grotere problemen voor het land. En dat, het leidt ook onze regeringsleiders af. We zouden nu moeten discussiëren, Paul en ik, niet over de statuten van Fortis en de holding en de bank, maar over bijvoorbeeld de noodzaak voor een globaal plan. Over de ontsporing van niet alleen de concurrentiekracht in de begroting. Meneer Beijaert, dat Nucleair Forum, wat is dat precies? Wie zijn jullie? Het Nucleair Forum is een organisatie die bedrijven en organisaties die actief zijn in de nucleaire sector in België groeperen. Ja. Elektrabel en zo, de producenten. Dat zitten gaat daarin. Zowel om producenten van elektriciteit, van energie, als om bedrijven die actief zijn in de medische sector. Aha. Dus die zitten in de sector, dat zijn geen neutrale bedrijven. Maar de bedoeling van het spotje is de pro's en contra's op een rijtje zetten. Ja, exact. Dus de bedoeling van de campagne, en we moeten ook een onderscheid maken tussen het objectief van het Nucleair Forum en het objectief eigenlijk van de campagne. Als je het objectief van de campagne bekijkt, dan is het de bedoeling, niet de bedoeling om de mensen te overtuigen of om te komen tot een poll van wie is nu voor of wie is nu tegen. Is dat wel de bedoeling? Dat is niet de bedoeling. Nee, de bedoeling wel, is om de mensen op een goede manier te informeren en eigenlijk om te laten nadenken over de rol van kernenergie en kernwetenschap. Het werkelijk probleem is natuurlijk dat iedereen hier denkt dat de economie steeds maar moet groeien. Mm-hmm. Dat het anders niet goed is, want de economie groeit niet. En dat heet dan een economische crisis. Maar een kind van 3 jaar kan je uitleggen dat de bomen niet de hemel in groeien. Dat er ergens een grens aan zit. En dat dus ook iedere econoom die predikt dat economische groei goed is, niet en goed dat bij zijn hoofd is in is principe. Ja. En dat de oplossing voor het energieprobleem dus niet is om steeds maar weer andere vormen van energie aan te wenden, waar steeds weer andere bezwaren aan zitten, maar eindelijk is een keertje te beginnen om minder energie te gebruiken. En dat heeft misschien wel tot gevolg dat er minder economische groei is. Voordat Darwin er was, toen dachten ze, ja, de wereld zit zo mooi in elkaar. Moet je dan toch eens kijken, zo'n insect met 6 pootjes. En die pootjes die bestaan weer uit onderdeeltjes. En die onderdeeltjes weer uit onderdeeltjes. En er zit een hartje in. En er zitten hersentjes in. En het is zo fantastisch mooi. Dat moet iemand verzonnen hebben. En toen kwam Darwin.
En die zei van ja, dat zit inderdaad prachtig in elkaar, maar ik heb iets verzonnen dat het ook zonder God allemaal zo kan zijn gebeurd. En wat is nu het merkwaardige? Nou heb je dus creationisten die zeggen van ja, dat kan helemaal niet, zoiets moois als het oog. Wij kunnen ons niet voorstellen dat zoiets moois als een oog stapje voor stapje voor stapje voor stapje voor stapje voor stapje voor stapje tot stand is gekomen. Wat wij ons wel voor kunnen stellen, is een man met een baard op een wolk die bij het begin van de aarde in 6 dagen hartstikke idee zei en hartstikke...